Daily Minutes nummer 1467 met een uitzending van vandaag 12 november 2018. Dit is het bulletin van maandag. De griep is helaas nog niet allemaal over, dus ik doe het vandaag nog een keer kalm aan. Met alleen twee afleveringen uit de serie over geheime elektronica. Uitzending is wel 9 minuten lang. Dit is deel 8 van de serie over geheime elektronica. In deel 7 ging het over de ontwikkeling van de KL-7, een encryptiemachine van de Amerikanen. Meteen na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog, werd er gewerkt aan een opvolger van voor de SIGABA. Tijdens operationeel gebruik waarschijnlijk nooit gekraakte encryptiesysteem, dat het sterkste encryptiesysteem was dat de VS in de Tweede Wereldoorlog gebruikte. Het apparaat dat op enige afstand wel een klein beetje lijkt op de binnenzijde van een T-37 Telex van Siemens, dat ging van het ene onderdeel van de defensieorganisatie in de VS naar het andere en kreeg dan vervolgens ook een andere naam. De KL-7 was in de VS het eerste encryptieapparaat dat ontwikkeld werd voor gebruik door alle defensieonderdelen, marine, landmacht, zowel als luchtmacht. Daarnaast was het eerste niet meer volledig mechanische encryptieapparaat. Het was het eerste encryptieapparaat dat elektronenbuizen gebruikte. In 1952 werd het apparaat voor het eerst geïntroduceerd door de opvolger van de AFSA, die het apparaat ontwikkeld had, het instituut dat ook nu nog deze naam draagt, de NSE. Het apparaat bleef tot in de vroege jaren 60 AFSAM 7 heten. Daarna kreeg het de aanduiding TSEC KL7 volgens een nieuwe naamgeving voor encryptieapparatuur. De KL7 was tot halverwege de jaren 60 het meest gebruikte encryptieapparaat bij Defensie in de VS. Het was ook het eerste apparaat dat in staat was om gebruik via grote netwerken te ondersteunen, dat tegelijkertijd bestand was tegen een zogenaamde leesbare tekstaanval. Zo'n aanval dat wil zeggen dat de code in dit geval niet achterhaald kan worden, ook al beschikken de codekrakers over zowel een versleutelde als een niet versleutelde versie van een tekst. Om de schaalgrootte aan te geven, halverwege de jaren 60 waren er zo'n 25.000 exemplaren van het apparaat in gebruik. Het waren in die tijd natuurlijk heel specialistische, maar ook heel dure apparaten. Behalve in de VS was het apparaat ook in verschillende NAVO-landen in gebruik. Nadat we specifiek op wat historische apparaten zijn ingegaan, gaan we een kijkje nemen bij encryptiemachines en later apparaten door de jaren heen. We gaan daarbij niet te veel op details in, maar kijken naar een indeling in soorten en in generaties. Opmerkelijk genoeg is er vooral van de apparaten van de Amerikaanse NSE veel bekend, meer nog dan bijvoorbeeld van de Oost-Duitse Stasi. Dat komt ongetwijfeld omdat in de VS de openheid over wat de overheid doet in de grondwet verankerd is. Allereerst zijn er de randvoorwaarden, waar moet een encryptieapparaat aan voldoen? Om te beginnen moet zo'n apparaat informatie en communicatie beveiligen. Mensen voor wie die informatie niet bedoeld is, mogen deze niet zien. En andersom natuurlijk, want als je een bericht niet kunt decoderen, dan is dat vaak even erg. Het eerste doel daarbij is dat de informatie vertrouwelijk is, maar ook dat de bron ervan vastgesteld moet kunnen worden. Het moet bijvoorbeeld niet mogelijk zijn dat de informatie in een bericht vervalst is of dat deze niet van de verwachte bron afkomst. Een tweede doel is dat een buitenstaander niet kan achterhalen van wie het bericht komt, welk traject het bericht volgt en wie het bericht ontvangt, als ze dat in al dan niet versleutelde vorm weten te onderscheppen. Een derde doel is vermoedelijk het lastigste van het probleem, het beheer van de encryptiesleutels. Die sleutels moeten allemaal tijdig op de plek van bestemming komen en niemand moet deze kunnen onderscheppen of er een kopietje van kunnen maken. Het is een beetje een kip en een ei verhaal. Je kunt de encryptiesleutel wel versleutelen, maar dan moet je de sleutel van die encryptie ook weer op de plek van bestemming zien te krijgen onder precies dezelfde voorwaarden. In geval van de NSE is de vierde eis dat de versleutelde berichten wel voor onderzoek beschikbaar moeten zijn. Op dezelfde manier als in de afgelopen jaren vaak geëist is voor berichten die bijvoorbeeld via de iPhone of via WhatsApp worden verstuurd. Men wil dat er een backdoor in zit. Zo'n backdoor verzwakt overigens wel de sterkte van de versleuteling. Althans, dat vinden de meeste experts. Een vijfde eis is dat de informatie in klare tekst niet beschikbaar mag komen door onbedoelde zaken als bijvoorbeeld trillingen of anderszins akoestisch via hoogfrequente elektromagnetische golven of visueel. Bij apparaten met een ouderwetse kathodestraalbuis is het bijvoorbeeld mogelijk om op enige meters afstand de beeldinhoud te reproduceren aan de hand van uitgestraalde storingen door zo'n apparaat. Een flink deel van de informatie uit dit deel komt van Wikipedia in het Engels en in het Duits. Deel 9 van de serie over geheime elektronica. In deel 8 waren we gebleven bij een aantal vereisten waaraan in dit geval voor de Amerikaanse NSE encryptieapparatuur zou moeten voldoen. Dat waren meer eisen dan dat alleen de communicatie of de informatie versleuteld moest worden. Een groot probleem was daarbij het beheer van de sleutels waarmee de encryptie plaats moest vinden.
We waren gisteren gebleven bij dat de informatie ook in zijn niet gecodeerde vorm niet toegankelijk moet worden, bijvoorbeeld zoals de inhoud van een ouderwetse beeldbuis op enige afstand uit het hoogfrequent van zo'n beeldbuis valt te herstellen. Een volgende eis is dat de apparatuur en de encryptie bestand moeten zijn tegen prutsen aan de apparatuur. Ook moet waar te nemen zijn dat eraan geknoeid is. En verder dat zaken, we kennen dat uit Mission Impossible, is zichzelf eventueel bij malversaties vernietigen. Een systeem moet verder voldoen aan de eisen zoals defensieorganisaties daaraan stellen. Dat gaat het om specificaties voor afmetingen en gewicht, stroomverbruik, een lange gemiddelde tijd tussen het eventueel uitvallen van de apparatuur en een stevigheid die het gebruik ook geschikt maakt onder de meest zware omstandigheden in het veld of in voertuigen. De apparatuur moet verder bestand zijn tegen de effecten die optreden bij nucleaire explosies, met name elektromagnetische pulsen. De apparatuur moet verder compatibel zijn met militaire en commerciële standaarden. Kosten voor aanschaf en instandhouding moeten zo zijn dat onderdelen die de apparatuur zouden moeten gebruiken, deze ook kunnen gebruiken, inclusief uiteraard de kosten voor het verspreiden van de sleutels. Communicatie met NAVO-partners en bij geallieerde of coalitiekorpsen, die moet kunnen plaatsvinden zonder dat de geheime methodes van het systeem worden prijsgegeven. Tot zover een aantal van de belangrijkste eisen aan deze apparatuur. Gaan we nu verder met de generaties van apparatuur, zoals die ook weer bij de NSA zijn gebruikt. Zoals ik gisteren al zei, is de keuze hier voor de NSA gemaakt, omdat in de VS een grote openheid bestaat die door de grondwet gereguleerd is. Daardoor is er meer bekend van de apparaten die gebruikt zijn door dit soort organisaties in de VS dan bijvoorbeeld bij de Stasi achteraf bekend is geworden. De eerste generatie van encryptieapparatuur was mechanisch. Er worden geen generaties onderscheiden van apparatuur die in of voor de Tweede Wereldoorlog gebruikt werden. De eerste generatie apparaten die bouwden wel voort op de apparatuur zoals die in de oorlog werd gebruikt. De eerste van deze apparaten werden in de jaren 50 geïntroduceerd. Nadeel van deze eerste generatie en de voorgangers ervan zoals Sigaba was dat er enorme hoeveelheden papier nodig waren voor het publiceren van de gebruikte sleutels. Typisch voor die periode was dat een sleutel geldig was van 0 uur GMT tot 0 uur GMT de dag erop. De tweede generatie encryptieapparatuur maakte geheel gebruik van elektronenbuizen. Bij de eerder beschreven TSEC KL7 uit begin jaren 50 werden enkele elektronenbuizen gebruikt. Het gaat hier om apparaten waarbij alle functies door buizen werden uitgevoerd. Deze apparaten verschenen voor het eerst eind jaren 60 en werden gebruikt tot ongeveer het midden van de jaren 80. Ontwerpen voor deze apparaten waren gebaseerd op buizen- en transformatorlogica. De algoritmen voor deze apparatuur waren waarschijnlijk gebaseerd op teruggekoppelde schuifregisters, waarbij soms niet-lineaire karakteristieken van de onderdelen werden gebruikt om de encryptie extra ingewikkeld te maken. Bij deze apparaten in de VS werden de encryptiesleutels typisch ingevoerd door middel van ponskaarten aan de voorzijde van het apparaat. De cryptoperiode, dat wil zeggen de frequentie waarmee van sleutel wordt gewisseld, was bij deze apparatuur nog steeds eenmaal per 24 uur. Door de gebruikte technologie waren deze apparaten, de apparaten uit deze generatie, inherent ongevoelig voor een EMP. Het eind van deze apparatuur, samen met nog wat in gebruik zijnde eerste generatie apparatuur, gebeurde door het oprollen van de zogenaamde Walker Spiring. Dat was een groep spionnen die werd opgerold na de arrestatie van defensiecommunicatiespecialist John Anthony Walker. Deze groep had van 1968 tot het moment van arrestatie in 1985 grote hoeveelheden belangrijke informatie naar de Sovjets doorgesluist. Walker zelf hielp de Sovjets om meer dan 1 miljoen geheime berichten van de marine te ontsleutelen. Volgende keer gaan we verder met nog wat geavanceerde generaties van encryptieapparatuur. Ook in deze aflevering is veel informatie van de site Wikipedia gebruikt, aangevuld met andere research en kennis. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.